Dames en heren, als kind had ik boven mijn bed een live magazine met daarop iemand die vanuit de ruimte parachutesprong. sprong. Mijn held, niet een popster of een voetballer, maar iemand die zijn eigen leven in de waagschaal gooide om vooruitgang te realiseren. Diezelfde held heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik de overstap maakte naar Defensie, destijds werkend voor NASA. En ik wilde proberen om de techniek en de mens aan elkaar te verbinden. Intrinsiek die wetenschap aan defensie te verbinden. En nu sta ik voor u, als Ted. Nu ziet ik, ik heb wat aan, uh, aan branding gedaan. GELACH. Met een vlieger overal en het was geen Anouke-ontwerp, gewoon saai groen. Um, maar wel met een vuile zak. En die vuile zak, die staat, wat mij betreft, voor het mens zijn. En in die vuile zak heb ik een hart. En een printplaat met erop een processor. Dat hart zoals u hier zit zal waarschijnlijk 60 slagen per minuut slaan. Eén slag per seconde. Dat is één hertz. Deze printplaat komt uit mijn computer. Doe het nu even niet meer. Zit een processor op van 2,3 gigahertz. Een gigantisch verschil. Eén hertz, 2,3 gigahertz. Maar dit willen we. Wij willen meer capaciteit. We willen meer vermogen. We willen meer prestatie. Maar dat hart ja, daar zit een grens aan. Dat kan niet altijd even verder. Dat hart staat in ieder geval ook voor passie en voor moed. En dat is iets wat we natuurlijk binnen onze militaire organisatie wel herkennen. In de huidige ontwikkelingen overstijgt de technologie soms de menselijke grenzen. En hoe gaan we daar nu mee om? Hoe gingen ze daar vroeger mee om? En hoe en op wat voor manier speelt defensie een rol? En kunnen wij nog completere mensen worden als we gebruik maken van die technologie? In lijn van de Vitruviusman, de Homo Universalis. Ik neem u mee naar begin jaren 50. De mens moest de techniek gaan volgen. Op weg naar de ruimte de space race. De industrie die bedacht allerlei technologische oplossingen om de vlieger en de astronaut te beschermen en ze een veilige werkomgeving te bieden. Maar vaak ging dat ten koste van ergonomie, aerodynamica, gewicht. En overste Jonathan Stepp vond dat onzin. Die zei van luister, de mens heeft zijn grens, maar we kunnen veel meer aan dan dat we met z'n allen denken. En dat ga ik bewijzen. Ik ben vaak mijn eigen proefpersoon en ik... Laat me enorm versnellen op raketsleden. Hij was de snelste mens op aarde. Hij ging schietstoel-experimenten doen. Hij liet zich enorm vertragen. En de gegevens die, wij, die uit zijn experimenten komen, die gebruiken we tegenwoordig nog steeds bij de duiding van grote luchtvaartongevallen. En Step die had wat dat betreft de passie en de moed om aan te tonen dat de mens te redden was. Op een later moment zou een van zijn medewerkers, Joe Kittinger, nog een stapje verder gaan. Want Step die had bewezen dat je het vliegtuig kon verlaten met een schietstoel, en nu moest er bewezen worden dat je dat ook van grote hoogte kon doen. Want ze wilden immers naar de ruimte. Dus zo gezegd, zo gedaan. Kittinger ging naar meer dan 31 kilometer hoogte in 1960. Gewoon in een rieten mandje mensen, de ruimte in, afstappen alsof er niks aan de hand is, gebruikmakend van een dreschuit zodat hij stabiel zou vallen. En uiteindelijk hebben deze experimenten ervoor gezorgd dat de schietstoeltechnologie werd volmaakt, de parachutesystemen er kwamen en, belangrijker nog, Kittinger heeft aan de basis gestaan van de moderne ruimtevaart. En op een later moment zou zijn maatje, Neil Armstrong, dat ruimtevaartprogramma vervolmaken met daadwerkelijk de maanlanding. En dat werd eigenlijk gedaan, gebruikmakend van een processorcapaciteit die overeenkomstig is met die van een hedendaagse rekenmachine. Je zou bijna zeggen: hart is hert. Beide heren die leefden naar een wetmatigheid, de wetmatigheid van STEP. En die God, ja. Er is een universele neiging tot klunzigheid. En elke menselijke prestatie is daardoor een wonder. En dat is het natuurlijk ook. Wij vinden het compleet normaal om op 3000 meter hoogte te gaan skiën, zwarte piste te pakken en daar nog stoer over te doen, ook nog, natuurlijk. Of naar de Maladieven af te reizen en te zeggen van nou, ik heb een duik gemaakt, dieper dan 10 meter. Ik heb ook beelden op de GoPro. Fantastisch. Maar is dat normaal? Uh, 3000 meter hoogte bijvoorbeeld, is er maar 70% van de partiële zuurstofspanning. Kunt u maar 84% leveren van wat u op zeeniveau niveau kan. En of, of een heleboel nadelen, maar een van is ook dat je korte termijn achteruit gaat. Altijd handig als je die tweede zwarte piste nog een keer wilt doen, natuurlijk. Maar hoe dan ook? De gangbaarheid van het. Normaal vinden van die omgeving en het normaal vinden van het ingrijpen van de technologie op de mens heeft ervoor gezorgd dat er veel minder aandacht is gekomen voor onderzoek en training in extreme omstandigheden. Hoe kan het nu gebeuren dat tegenwoordig de incidentie van het krijgen van een G-induced loss of consciousness, het bewustzijn verliezen ten gevolge van G-krachten, nog nooit zo hoog is geweest wereldwijd? Onbestaanbaar. De technologie gaat omhoog en toch accepteren we dit soort fenomenen daadwerkelijk in vliegtuigen. G-krachten herkent u misschien ook wel van achtbanen. De technologie is er. Gelukkig hebben wij in Nederland één van de vijf mensencentrifugies in de wereld die op dit moment operationeel zijn. Maar dat is toch onacceptabel dat we een technologie hebben die omhoog gaat en nog steeds... De meest simpele dingen niet kunnen oplossen schijnbaar, bijvoorbeeld gebruik maken van een mensencentrifuge. Uiteindelijk sluit het ook al een klein beetje aan dat het menselijk presteren en het menselijk gedrag niet meegenomen wordt in technologische oplossingen. En je vervalt dan heel vaak in een soort van technologieparadox. Je bedenkt een oplossing voor het ene, maar vervolgens creëer je een probleem aan de andere kant waar je helemaal niet aan gedacht had. Zo kan het dus gebeuren dat er ingenieuze zuurstofsystemen bedacht waren voor nieuwe generatie vliegtuigen, die zuurstof genereerden uit de luchtuitlaatstroom door middel van een generator, wat uiteindelijk niet bleek te werken en men weer terug moest naar de ouderwetse zuurstoffles. Om het probleem op te lossen heeft men maanden over gedaan, simpelweg omdat de kennis er niet meer was. Want gekkigheid, een tekort aan zuurstof in de luchtvaart, dat bestaat al lang niet meer. Zo kan het dus ook gebeuren dat wanneer mensen daadwerkelijk varen, vliegen of rijden in een simulator, veel meer ongelukken veroorzaken op de weg of in de lucht. Niet doordat ze roekeloos rijden of te snel uh, vliegen, maar simpelweg omdat het lichaam eerst in een virtuele omgeving heeft gezeten. En vervolgens moet het weer in een reële omgeving werken. En het waarnemingsmodel is echt even anders afhankelijk van de simulator waar je in hebt gezeten. En toch vinden we dat normaal. Zo kan het dus ook gebeuren op het moment dat u naar een ander land bent geweest en u heeft bijvoorbeeld elf uur in een vliegtuig gezeten, dat u daarna weer prima op Schiphol in de auto stapt, burp, snel naar huis toe. Terwijl u weet dat uw biologische systeem overhoop is gehaald en uiteindelijk uw aandachtspanne anders is geworden en uw reactietijd dramatisch is afgenomen. Dat accepteren we dus allemaal, die omgeving die op ons ingrijpt. Maar die technologie die gaat maar verder: het singulariteitsprincipe. De processorcapaciteit voorspelt zal verdubbelen in een periode, binnen een, uh, binnen een afgebakende periode. Chips zijn 10.000 keer sneller geworden in 40 jaar, 10 miljoen keer goedkoper. De digitale camera is 1 miljard keer beter geworden. Dat zijn gigantische getallen. En wat dacht u van? Er wordt dagelijks aan 500 uur filmpjes gekeken YouTube er, wereldwijd. Elke dag wordt er per minuut 700 video's geüpload via Twitter. Dat zijn toch bizarre getallen. Ja, en het hart, dames en heren, ja, dat blijft gewoon kloppen tot een bepaald maximum. En accepteren we dat dan? Gaan we nou gewoon die processor en het hart weer in die vuile zak stoppen en zeggen van ja, weet je, is een gegeven, prima. Of gaan we weer een beetje terug naar Da Vinci en ook zijn maatje Michelangelo die zeiden van luister, de mens staat centraal. Ik ga de mens gebruiken. Om nieuwe ontwerpen op papier te zetten en uit te voeren. Of ik ga de mens gebruiken om een nieuw mooi beeld te maken. En dat is iets waar we binnen Defensie een enorme rol in kunnen spelen. Wij kunnen met z'n allen, met alle kennis die hier is, met alle extreme situaties waar we in moeten werken, hoog, laag, koud, warm, zoveel betekenen. Voor die industrie, voor kenniscentra's, voor start-ups. Om juist die technologie weer belangrijk te vinden in relatie tot de mens. En daar weer onderzoek naar te doen. Helemaal als je dat in hele slimme omgevingen gaat doen. In open innovatiesystemen. Vanuit de luchtmacht zijn we dat nu met de TNO aan het proberen. En juist, juist proberen om ideeën snel te ontwikkelen, maar ook snel tot uitvoering te brengen. Zorgt ervoor dat we grip houden op die technologie. Dat we die innovatiecyclus in de klauwen houden. Het mooie aan de inventie is dat wij veiligheid als missie hebben en niet commercie. En dat maakt juist die, dat die basiswaarden voor ons echt een enorm waardevolle partner zullen zijn voor het behoud van die mens voor de industrie. Dus kunnen wij zoals we hier zitten met z'n allen nog betere simulatoren maken. Die de juiste waarnemingsmodellen hebben, waarbij we geen nadelen meer hebben. Waarin je daadwerkelijk vliegt zoals het ook in de lucht gebeurt. En dat hebben we in Nederland als enige op dit moment. Omdat we dat samen met z'n allen hebben gedaan. We kunnen samen nieuwe technologie bedenken voor in de F-35 helm. Die we ook naadloos kunnen gebruiken in een ziekenhuis. Omdat ze getest zijn in extreme omstandigheden en ook gevalideerd en gecertificeerd. Voor de industrie fantastisch. We kunnen. Nieuwe technologieën gaan bedenken die ons gaan beschermen tegen desoriëntatie, ons helpen met het oplossen van jetlagproblemen. Dat hebben wij in ons en we moeten ons dat heel goed gaan realiseren. En is dat anders dan 60 jaar geleden? Nee, natuurlijk niet. Maar we moeten de arrogantie even aan de kant zetten en niet meer denken dat we alles al weten. En helemaal de mens weer belangrijk vinden. Dat geeft een extra meerwaarde weer in de betaalbaarheid van defensie. En uiteindelijk ook weer het effectiever maken van defensie. Hier een foto uit de Telegraaf. Met mijn held. 88 jaar. We zijn alweer jarenlang heel goed bevriend. En Joe die had de passie en de moed om die mens belangrijk te vinden in extreme omstandigheden. Laten wij zijn een voorbeeld volgen. En laten we allemaal weer de passie hebben, het hart hebben, om de mens verder te redden. Ik dank u wel.